Een spelerspresentatie op een leuke plek vandaag. Tommy van der Looy is de nieuwe aanwinst voor NEC. In het bouwdorp van Neerbos-Oost werden de handtekeningen gezet onder de contracten. Onder groot applaus werd hij binnengehaald. En drie kinderen mochten een vraag stellen aan de nieuwe speler. Vraag 1. Hoe goed ben jij? Ja, dat moet blijken dit seizoen. Ik heb de gehele jeugdopleiding doorgemaakt van FC Groningen. Uiteindelijk onder Faber mijn debuut gemaakt. Heb ik goede wedstrijden gespeeld, denk ik. Vorig seizoen begon als basisspeler. Uiteindelijk niet geworden wat ik van had gehoopt dat seizoen. En ik hoop weer dit seizoen te laten zien hoe goed ik ben. Vraag 2. Wat is je favoriete kant? Ja, nou, ik ben rechtsbenig in principe. En rechts verdedigend op middenveld. En vraag 3. Wat is je droom? Ja, nou, dat was de Premier League halen of de Bundesliga. Ja, absoluut. Oké, Tom, welkom bij NEC. Hoe is het gegaan afgelopen week? Nou, het is snel gegaan, laat ik het zo zeggen. Ik heb via mijn zaakwaarnemer is een contact opgenomen. En ik was meteen enthousiast. Ik vind NEC een mooie grote club. Dus ik heb geluisterd naar hun verhaal. Ja, en dat sprak me zo erg aan dat ik graag hierheen wilde komen. Wat weet jij van ons, behalve de normale dingen? Nou, ik heb wel NEC even opgezocht op internet en ik ben wel gaan graven. Het verhaal achter de club, achter het stadion, achter de stad, ja, daar was ik wel heel benieuwd naar. Heb je nog met je vader overlegd? Ik overleg heel veel dingen met mijn vader en die staat achter deze keuze, zeker. Wat voor een aanvulling kun jij zijn voor ons? Nou, ik denk dat ik een speler ben die taakbewust is, met leiderschapskwaliteiten, wil mensen om zich heen neerzetten, wil zich graag bemoeien met de opbouw. Ik denk dat ik een goede paas heb, dus ik hoop dat toe te voegen aan het spel van NEC. Heb jij al vaker met drie trainers gewerkt? Ja, maar niet tegelijkertijd. Nee, dat klopt. Dus dat is ook een primeur voor mij. Dan ga kijken hoe dat gaat lopen. Heb je met ze gesproken al? Ik heb ze allemaal gezien en allemaal gesproken, dus dat was een goede eerste indruk. Hoe fit ben je? Kun je vrijdag meedoen? Maandag bedoel ik? We spelen maandag inderdaad, Jong Ajax. Ik heb de hele voorbereiding meegedaan, dus ik ben gewoon fit. Dus het is aan de trainen. Succes, man. Ja, dank je wel. Top.